Sinterklaas, heel hartelijk welkom dat u hier weer in ons mooie Elburg bent. U heeft gezien hoe verschrikkelijk veel kinderen hier al op u stonden te wachten, al uren in de regen, Sinterklaas. Uren hebben ze op u gewacht. Het is toch geweldig dat iedereen er weer is, burgemeester. Ik ben ook heel blij om weer in het prachtige stadje te zijn. Ik verheug me elk jaar weer bijzonder op. Dank u wel. En heeft u gezien, Sinterklaas, dat het waterniveau in de haven juist op tijd gestegen is? Er werd mij ingezeind dat u dat heeft opgelost. We hebben dat gezamenlijk opgelost, Sinterklaas. Dan vind ik dat u vanavond ook uw schoen mag zetten, burgemeester. Dank u wel, Sinterklaas. Sinterklaas. Er zijn heel veel kinderen die hier allemaal nog uw hand willen schudden, dus ja. We moeten het niet te lang maken. Maar ik zou heel graag de havenmeester nog even hier naar voren willen. Is de havenmeester in de buurt? Oh, daar heb ik iets van gehoord. Die gaat jullie verlaten, begreep ik, hè? De havenmeester, die heel veel heeft gedaan om het waterniveau in de haven goed te krijgen, die gaat met pensioen. Die is toch allemaal wat, hè? Daar komt hij aan, hoor. Ah, daar komt hij aan. Ik zie hem al aankomen. Wij zien hem elk jaar natuurlijk aan het begin van de haven. En dat is altijd een welkome gezicht. Is er al een nieuwe burgemeester? Ja, de nieuwe is er, maar die is er vanavond nog niet, hoor. Oké. Er is maar één havenmeester. Ja, u gaat nooit met pensioen. Komt u erbij. Maar onze havenmeester gaat wel met pensioen. Herman Jansen. Zo'n havenmeester, dames en heren, jongens en meisjes, is voor Sinterklaas heel belangrijk. Want zonder havenmeester geen haven, en zonder haven geen aankomst van Sinterklaas. Geef deze man eens even een geweldig applaus, dames en heren. Thank you.
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laagje, laat die Sinterklaasje. Hey, hey, doe maar met ons mee, hey,
muntje, gooi wat in me lege lege tonnen, gooi wat in me laasje, dan koe Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in me schoentje, gooi wat in me laasje, dan koe Sinterklaasje. Yeah! Hey, hey, doe dat ik een steek. Vandaag is het feest, hey! Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Doe maar niet ons mee, hey! Vandaag is het feest, hey! Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Oh, wow! Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas! Leuk, heel goed. Applaus voor jezelf, hè? Ja, jullie hebben allemaal heel goed meegezongen. Ja, echt wel. Ja, wat zei je daar van de Force Kids moet eigenlijk naar Elburg komen? Ja, zo, vind ik ook. Ja, goed, hè? En Sinterklaas, er zijn ook een aantal kinderen die hebben iets voor me gemaakt. Ja, die hebben hier bijvoorbeeld er is een mooie kleurplaat gemaakt. Ja, precies. En daar hebben ze uitgekozen. En dan gaan we je van iets geven. Ik zoek even Lieke van Dracht, ze is 3 jaar. Lieke van Dracht? Ik krijg net een broodje van Sinterklaas. Waar is Lieke van Dracht? Lieke, ben je toevallig in de buurt? Lieke is 3 jaar, ze zit nog heel klein. Ja, ik moet zoeken. En voor als u denkt van, ik ben er wel, maar waar moet ik naartoe? Dat is hier is de ingang. Of gewoon over het hek heen. Ja, over het hek, of tussen het hek door, maar ja, dan moet je wel heel weinig tekenhout hebben gegeven. Sinterklaas, is Lieke de enige winnares? Nee, heel goed jullie. We hebben ook Tycho Vis. Die is 6 jaar, is die. Tycho Vis, je moet ook een bedoeltje voor Sinterklaas. Ja, als je naam hoort, mag je naar een podium komen. En dat hier op de vismarkt. Tycho Vis op de vismarkt. En als laatste hebben we hier Aline Dijkhuizen. Kijk eens even naar Ponte. Nee, vast wel niet. Sinterklaas, hier is Tycho Vis. Kom eens even hier staan. Jij bent Tycho, hè? Kom eens even zitten, Tycho. Even op schoot bij jou aan het spelen. Moet je kijken wat een hoop kinderen. Zullen we samen even zwaaien, Tycho? Doe maar even zwaaien naar die kinderen. Maar dan moeten jullie allemaal even terug zwaaien. Wat leuk. Zeg, jij hebt een mooie tekening gemaakt, hè? Ja. Ja? En heb je dat helemaal zelf gedaan, Tycho? Nee. Met wie heb je dat samen gedaan, Tycho? Met mama. Samen met mama. Kom eens even hier. Welk gedeelte heb je gekleurd dan? Ja, die hè. Prachtig. Wil je wel een cadeautje hebben? Ja? Nou, cadeautje. Ik heb een vriendje. Een pak gezien. Pak hem op vast. Wat zit erin zitten? Dat is die voor jou. Alsjeblieft. En voor jou is het. Nou, wat leuk. Wil je opzitten? Kom op, maar zitten we dan. Kom maar zitten. Maar daar is mes, denk ik. Alleen hè. Zo heet jij hè. Ja. Laten we het even zien. Oh. Wow. Ja, heb je dat ook helemaal alleen gedaan, Alinde? Ja, helemaal zelf, hè? Knap, hoor. Dan krijg je die, je bent al 8 jaar, hè? En wat wil je laten worden? 9, hè? Ja. Kijk, is hier voor jou, lieve. Nou, wat leuk, hè? En de laatste, die hebben we hier, en dat is Kim Nienhuis. Is Kim er ook, Kim Nienhuis? Die zoeken we wel. Kim Nienhuis! En die is helemaal mooie glitters op haar tekening. Waar is dat, Kim? Daar is Kim. Let it go. Ze heet Frozen in Dust. U bent zo'n fan toch van Frozen in de film? Sinterklaas? Ja, zeker. Ja, vind ik leuk om naar te kijken. Laat het los, laat het gaan, hè? Ja, zeker. Zeg, heb je dat helemaal zelf ingekund? Ja. Heb je de glitters ook zelf gedaan? Ja. Goed zeg. En jij bent 7, hè? Ja. Goed zo. En wil je dat doen? Ja. Ja, dat is nog, kan je nog iets anders zeggen dan ja? Nee, ja, dat is ook goed, hè? Dat is ook goed. Kijk eens lieve, voor jou, hè? Jongens en meisjes, willen jullie ook allemaal een cadeautje? Ja! Weet je wat? Ik beloof niet dat er meteen vanavond iets in komt, maar jullie mogen allemaal je schoen zetten. Is dat een goed idee? Ja! Maar wacht even, hè? Jullie weten natuurlijk dat als je je schoen zet, dan wil Sinterklaas ook graag een liedje horen, hè? Jullie hebben nog een leuk liedje? Jazeker, en dat liedje, dat gaan jullie waarschijnlijk morgenochtend zingen als je dan ziet dat er iets hier is goed. Het is een ballade. Oh.
kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste zin. Wat zit erin? Een vormenbaan. Oké, ja, dat zeg ik. Een smoezig jurkje, hand en klaar. Ik haat ze ballen niet. Wat zit erin? Een vormenbaan. Oké, ja, dat zeg ik. Een smoezig jurkje. Ik haat ze ballen in het net, de nette van bankeer. Zing maar mee! Oh, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Jongens, en het mag best, hè? Ja, wat geweldig, hè? Dan hou ik zelf hier. Ik ben een vissen, dat je boek in mijn fietsen. Toen knalde zijn band. Poef! Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Oh, hij zat vast. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterkant een pepernootje zit. Ja, dat is echt waar. Joho! Piet ging het fietsen. 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 De smid moest hard wachten en pakte zijn band. Ja hoor, geen probleem. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Als hij man met de fiets belt, dan weet je het wel. Hij kwam bij een stortlicht, vriend, en reed toen door ons. Oh, zo. Hij moest toen betalen wel één pepernoot. Eentje maar. Hij moest toen betalen wel één pepernoot. Dan met z'n allen. Joho! Piet ging het fietsen. Joho! Piet ging het fietsen. Joho! Zwarte Piet ging het fietsen. Joho! Zwarte Piet ging het fietsen. Hey. En nog een groot applaus, jongens, en dat mag best, hè? Ja, wat geweldig, hè? Nou hou ik zelf meer van de ouderwetse muziek. Nou, onder het motto, je bent er nu toch? Wil je een handje geven? Kom maar hier, Twan, geef maar eens even een handje. En high five en blocks, mag kom hier, kom hier, kom hier. En ik kan je vertellen, je hoeft niet te huilen. Je hoeft niet te huilen, want er is een groot hek om mij al doorheen. Dus ze kunnen niet weglopen. Je hoort dat allemaal, hè? Kom even naar me zitten, Riep. Ja, en Sinterklaas zo, zei het net natuurlijk al, alles komt altijd weer goed. Hè? Zo heet het toch? Precies. Opa en oma zijn vast in de buurt. Hoe heet opa en oma, weet je dat ook? Hoe heten ze dan? Albert en Metzler. Zo, ga je schamen, waar zijn ze? Ze mogen ze een liedje zingen. Misschien dat opa en oma het dan horen en dan denken ze: oh, dat prachtige nachtegalen hoor ik daar in de vet. Ja, waarschijnlijk zijn ze geel wat weggerend. Omdat... ze hebben het gevonden, ze zijn er al. Ze zijn er! Laten we dan wel een liedje zingen, Sabo, uit opa en oma's tijd. Oh, nee. Ja, dan zing ik mee. Ja, dat is goed, Sinterklaas. Zingen jullie dan ook allemaal mee, jongens en meisjes? Oh, dat is leuk, ik weet niet wat ik doe. Oh, weet je, die ken ik wel. Windwijs, nu wordt het donder. Hier in huis, zelfs bij de wind. Zeg, zal de goede zich wel komen. Nu heb ik zo'n lelijk boek. Sinterklaas is aan het zingen. Nu heb ik zo'n lelijk boek. Ja, hij woont in donkere nachten.
op zijn paardje, al zo snel. Als hij wist hoe zeer wij wachten, ja, gewist, dan kwam hij wel. Hij is er al, hè? Ja, gewist, dan kwam hij wel. Ja, lieve dames en heren, dit is natuurlijk uniek, hè? Dat Sinterklaas gewoon meezingt met de liedjes. Dat kan volgens mij alleen in Elburg. Ja, dat kan alleen in Elburg. Dus ik zou zeggen, pak je mobiele telefoon erbij, want dit gaat echt viral. Dat kan niet anders. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Schraap je keel, want daar gaat hij, hoor. Hij rijdt in donkere nachten, daar pakken we hem op. Goed? Ja, hoor. Okay. Helpen we hem mee? Ja, hey. In donkere nachten op zijn paardje, oh zo snel. Als hij wist hoe zeer wij wachten, ja gewist, dan kwam hij wel. Ja gewist, dan kwam hij wel. La 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 la. Applaus voor jezelf, jongens. Heel goed. Zo, ik vind het super gezellig. Vinden jullie het ook allemaal leuk? En wat een pikas in Elburg. Gewoon allemaal de regen trotseren. Oh, dat is het. En ze komen allemaal hier, want we hebben het hele jaar gewacht tot u weer in Nederland te komen. Ja, ik vind het ook altijd weer spannend om op deze kanten te komen met al die mist die we hebben gehad en zo. Zeg maar, jongens, ik wil even vragen, hè. Ik heb net gezegd, wie gaat vanavond allemaal zijn schoen zetten? Stik je vinger eens op. En wie gaat zijn vader zijn schoen zetten? Een beetje grotere schoen. Wie gaat dat doen? Daar kwam meteen heel veel in, dus dat is slim. Ja, maar ik moet u even vertellen, jongen, dat werkt niet, hoor. Oh, echt niet? Nee, dat werkt niet. Nee, we hebben vaste cadeautjes. En of je nou een grote of een kleine schoen neerzet, dat maakt niks uit. Okay. Maar als een vader zijn schoen zet, dat kan wel, maar dan moet wel de vader ook een liedje zingen. Ja, dat is heel belangrijk. Ah, nou, is er een vader die zijn schoen gaat zetten vanavond? Zeker, dat is er een vader. Ja, ik zie een heleboel vaders. Een hele enthousiaste vrouw staat naar de man te wijzen en die denkt, oh, ja, u. Gaat u uw schoen zetten, meneer? Nee, niet voor een paard met een lekkernij en lekkere botten erbij. Nou, wie heeft echt de allerliefste mama van de hele wereld? Ja. En wie heeft ook de allervrolijkste mama van de wereld? En de allerknapste mama van de wereld? Wat hebben mijn katten? Ja, ja, nee, niet dat Sint, dit is niet Sint zoekt vrouw of zo, maar ik hoor u zo enthousiast roepen. Ja, bent u, hoe lang is het geleden dat u dicht bij Sinterklaas bent geweest? Het is al wel heel lang geleden, ik denk al wel 10 jaar. En, Sinterklaas, komt u even een stapje naar voren. Oh nee, kijk, hij komt als een raar. Sinterklaas, herkent u haar nog? Och, maar dat is lang geleden dat ik u op fout gehad heb, zeg. Kijk, Sinterklaas, het is Truus. Ja, Truus, ik herken jou. Hoe is het, Truus? Alles goed? Maar wat leuk. Zie je, Sinterklaas, jongens en meisjes, dat wil ik toch even gezegd hebben. Sinterklaas is er voor iedereen. He? Voor iedereen is Sinterklaas er. En ook hier in Elburg. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. Wat zegt u? Nog eentje nog op te leren. Het is jou voor jou. Ja, natuurlijk. Laten we het. Dat spreken van jou.
staat gewoon. Krijgt voorpagina telegraaf. En inderdaad, kijk, Sinterklaas stapt alweer op. Daar gaan ze zachtjes de paardenvoetjes. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. En inderdaad, kijk, Sinterklaas stapt alweer op. Daar gaan ze zachtjes de paardenvoetjes. Zachtjes gaan de